Dat moment dat ik eigenlijk een idee had in verband met dat het maandag is. Dat ik een maandag grap wou gaan maken. Maar toen kwam deze reactie in beeld. En die wou ik toch heel eventjes een beetje speciale aandacht geven. Deze reactie is geplaatst op mijn nieuwe kanaaltrailer. Van Kate en ik. Hahaha, je blijft een iconische legend. Ik kan me nog heel goed herinneren toen ik een jaartje of 13 of 14 was. Ik ben nu 21. En dat ik jou ging ontmoeten bij de Streetpass meeting van Gamepit. Ik was destijds heel verlegen en vond het enorm spannend. Maar mijn jongere zelf beschreef die dag als de beste dag uit mijn leven. Ook toen je mij een code had gegeven voor de demo van Super Smash Bros. 3DS. Ik was er destijds zo blij mee. En niet te vergeten de Minecraft special waar ik ook aan mee heb geparticipeerd. Je hebt een positieve impact op mij gehad en een gedeelte van mijn puberteit. Alleen maar liefde voor jou. Mooi om te zien dat je altijd jezelf bent gebleven. Ik vond dit zo'n mooie reactie. Kate en ik enorm bedankt hiervoor. Dat ik die zeker in deze intro ga hebben. Maar genoeg gewauwel. Laten we maar gewoon met de video gaan beginnen. Goedemiddag allemaal en welkom terug bij Let's Play Mario Odyssey. Ik ben er weer! Trainer Stevie terug met een nieuwe aflevering. En in deze aflevering gaan wij zoveel mogelijk manen proberen te verzamelen. Waarom ook niet? Het leek me heel erg leuk om dat dus inderdaad... Even kijken, ja, dat staat nog goed. Zoveel mogelijk... staat alles wel goed? Want ik mis... Ja, oké, okay, nee, dat staat ook goed. Deze die kan even... Oh, jongens, echt serieus. Ik ben met 300 dingen tegelijkertijd bezig. Waarom moet ik mijn muziek nou zo zachtjes hierin? Hierin doen? Technische issues, jongens. 1 seconde. Ja, dat werkt wel. Je moet natuurlijk wel een beetje het geluid horen, hè. We gaan zoveel mogelijk paarse muntjes zien te verzamelen. We gaan ook proberen zoveel mogelijk manen te verzamelen. Dus, sommige manen die zijn zo enorm makkelijk. Ik bedoel, we zitten nou 2 afleveringen deze minuut. Zoiets. En ik heb leuke reacties binnengekregen. Daar ben ik echt heel erg blij om. Hallo, ik wil heel eventjes... Want hier zit al je eerste maan. Jee. In de hoed van de fontein. Nou, we hebben nu al een maan te pakken. Dan gaan we gelijk door naar de tweede maan. Echt jongens, dit gaat super snel. Moet je opletten. Dit wordt echt leuk. Wordt het leuk? Dit wordt leuk. Ik vind dat het leuk wordt. Dit bijvoorbeeld. Kost 10 muntjes. En de prijs is een maan. Moet je opletten hoe makkelijk dat het is. Je krijgt dus zeg maar een slotmachine. En je kunt hier dus voor de super dinges gaan. Maar ik ga hier voor de maan. Let op. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. You didn't see that. Mag ik nog een keer? Ze hebben dit niet gezien. Dit is een leugen en je weet het. Oké, let's do this. Ik haat maandagen. Zo, ik heb mijn grap kunnen maken. 1, 2, 3, 4. Oké, maan. Want ja, we gaan nou dus zoveel mogelijk manen zien te verzamelen. We gaan pas naar de volgende kingdom op het moment dat we alle manen hier hebben. Dus ik ga gewoon eerst eventjes gewoon lekker rondlopen, weet je wel. Alle manen die we kunnen vinden, die pakken we. En alle manen die ik vergeet, ja, die pakken we dan achteraf. Nog steeds, voordat we naar een andere wereld toe gaan. Dat lijkt mij eigenlijk een beetje het leukste. Dus, er was nog een grap die ik eigenlijk moest doen, maar ik heb de notities er nu bij me. Gisteren ben ik met mijn moeder ben ik naar de bioscoop geweest. Waar zit dat ding nou? Je hebt een shop en bij die shop heb je een achteruitingang. Dit is de shop. Volgens mij zit hij hier. Hier zit hij. Zo. Even binnen sneaken. Waarom willen we hier binnen sneaken? Heel erg simpel. We hebben weer een maan. Echt. We gaan voor een manenspree, jongens. Echt serieus. Er zijn hier zoveel manen gewoon te halen, joh. Echt, wat? Binnen een minuut? 2 manen binnen een minuut? Ja, dat is mogelijk, want iedere wereld... Dat wil ik wel heel eventjes snel laten zien. Iedere wereld, die heeft een maan te koop. En dit is niet van de ungelimiteerde manen. Dit is echt een maan die ook op de lijst staat. Dus ja, als je die koopt, dan... Ja, die wil je gewoon kopen. Die hoort bij de totals. Tenminste, zover ik weet. Want iemand die had me al verteld dat er 999 manen te halen zijn. Ja, dat klopt als je alle oneindige manen gaat kopen voor monies. Maar dat was ik eerlijk gezegd niet van plan. We komen hier later toch wel terug. Kom hier, ik betaal je wel even die 30 muntjes. Ik kan die de hele tijd gebruiken. Dat is helemaal niet erg. Moet weer geld kosten, vreselijk. Maar ik was dus gisteren naar de bioscoop gegaan en...
Op zich wel een hele leuke film. Alleen ja, bioscoop, weet je wel. Alleen maar van die mensen die dan voor je gaan zitten. En die dus lawaaierig zijn. Alsof dat ze gewoon thuis zitten. Vreselijk. Ik weet dat ik van de oude tak ben, maar... Nee, daar gaan we geen dead mee krijgen. Dan is die natuurlijk. Wee. Ja, dan kan je je familie zien. Wees er blij mee. Jaxi standplaats. Het is eigenlijk best wel een grappig. Hij is moeilijk te besturen, maar het is wel een grappig... Je kunt hier wel lekker snel doorheen overal. Dat is wel fijn. Dat is ook wel heel erg handig. Oh, kunnen we die al halen? Waar ga je heen? Oh, crap. Het is vervelend. Kom hier. Blijf je daar nou? Ja, dat ding heeft ook een maan. Wacht, ik doe het anders. Doe je duik terug. Doe je... Zo. I got this. I almost got this. We draaien een rondje van vogels en vogels. Geef me je maan. Oké, we hebben hem. Dit ziet er gevaarlijk uit. Dit ziet er heel gevaarlijk uit. Vogels plotten bij de... Oké, we hebben hem. Good. Oké, nou, dan gaan we nou naar deze toe. Nemen we deze even mee. Paarse muntjes zijn nog steeds altijd even handig om mee te nemen. Ik moet wel zeggen, jongens, de dag dat ik dit opneem... is op een zondag. Want dan heb ik nog genoeg tijd om het te editen en... ja, gepland te uploaden. Dat vind ik wel belangrijk. Dat we dus wel een planning hebben. Ik wil deze let's play wel natuurlijk voor jullie helemaal voltooien. Maar damn, het is warm. Het is echt warm. Het is echt niet leuk. Het is echt blij weer. Het is echt gewoon blij. In ieder geval, special secret. Nou ja, echt. Het grappige is, er zijn heel erg veel secrets zeg maar te vinden. En elke zie... Kan ik een rondje draaien nog voordat jij weer snelheid... Nee. Nee. Ik deed het fout. Oeps. Stop cutting corners! Gaat dit nou letterlijk de eerste worden waar ik echt zo gigantisch veel ga falen? Oké, sowieso sommige manen die zijn dus super moeilijk. En sommige die zijn gewoon echt makkelijk, weet je wel, van... Ja, je loopt hier naartoe en je hebt de maan. Net zoals deze. Deze die is ook... Ah, deze. Hij is... Moet ik hem wel nou in één keer halen? Ik vind deze zelf persoonlijk eigenlijk best wel makkelijk. Maar één foutje en... Oké, ik heb hem in één keer. Eén foutje en ja, je bent of een leven kwijt of je moet het overnieuw doen. En ja, de Jaxis zijn best wel lastig te besturen. Tenminste, dat vind ik zelf. Ik weet niet wat jullie van de Jaxis vinden, maar... Ik vind ze grappig, maar ze zijn best lastig te besturen. Je kunt wel makkelijk sturen zo, maar ze sturen zo makkelijk door. Volgens mij wouden we hier naar boven toe voor paarse muntjes. Ja, paarse muntjes. Als je de lange route neemt, daar ja, zit alleen maar gele muntjes. Daar heb je weinig aan. Ja, je wil... Hier, nou het pad afmaken. Doink. Wee! En we hebben nog een maan. Hoezee! Jongens, ik ben ondertussen al de aantal manen, hoeveel dat we in deze aflevering hebben, al kwijt. Zoveel manen hebben we al. Zo snel gaat dit. Daarboven er zit er ook eentje, daar komen we later. Die hebben we al. De vogel hebben we. Volgens mij hebben we hier alles wat we wouden hebben. En ja, we zouden kunnen warpen, maar waarom zou je gaan warpen? We hebben Jaxis. Oh wacht, daar zit ook nog het een en ander. Er is hier zoveel te doen, jongens. Ik bedoel, het is geen zaterdag, het is maandag. Ja, ik weet waar we dit kunnen planten. Het enige snel is dat het een bokken aan het lopen is. Die vogel die we daar in de verte zien... Wacht even. Kan ik jou? Ja, ik neem jou gelijk mee. Waarom ook niet? Hopelijk blijft het zaad liggen. Hey man, wat dacht je van een uitdaging? Kijk, iedereen houdt van wandelen, maar uiteindelijk doen de meesten maar wat. Bij figuurlopen word je dat gelijk vertaal. Als je kunt lopen als een echte pro, wandel je de deur uit met een dikke prijs. Dus, doe je mee? Ja of ja? Nee. Oké, vooruit dan. Vet!
Dus wat zie je eigenlijk wel eens dat je een perfect rondje gaat lopen? De spelregels zijn echt super simpel. Het enige wat je hoeft te doen is zo goed mogelijk de pijlen op de grond te volgen. Kijk goed naar dit symbool dus. En ja, de tips die geef ik je zo meteen. Maar hier komt de truc: op een gegeven moment verdwijnen de pijlen. Hahaha. Om te winnen moet je minstens 80 punten scoren. Daar gaan we. Nou, het grappige wat je dus hier wil doen is... Je ziet eigenlijk de pijlen. En je weet dus dat je achter de cactus wil lopen. Voor de spikeballs. Dicht bij de eerste struiken. En achter de tweede struiken. Dus dat is eigenlijk een beetje de richtlijnen die ik ga pakken. Dus we gaan gewoon het rondje lopen. Zo. Komen we voor deze struik. En ik doe het helemaal verkeerd. Want je wou achter die struik lopen. Zie, ik heb daar een behoorlijke fout gemaakt. Volgens mij heb ik nou niet genoeg. Ga ik dood? 70! Nee! Laat je snoer niet hangen, man. Volgende keer wandel je de sterren van de hemel. Oké, laten we het nog een keer doen. Dit telt niet. Ik serieus. Valse start. Vet. Ja, 80 punt. Oké, dit keer gaan we hem goed doen. Dus we lopen hier omheen. Houden het rondje aan. 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 Nee, ik deed het wel goed. Gewoon doorlopen. Je deed het goed. Ik heb mijn rondje daar veel te ver gelopen, zie je daar. Ik had bij de zaad moeten lopen. Heb ik dacht, 60. Ik deed het slechter! Echt serieus, in mijn testfile ging dit zo vlekkeloos. Dan had ik hem gewoon in één keer. Ik schaam me diep. Hoe kan ik hier problemen mee hebben, echt serieus? Oké. Dus hou de zaad aan. En mijn zaadjes weg. Mijn zaad is weg. Nee! 97, echt, dat bedoel ik, man. Nou ja, in ieder geval, ik krijg er een maan voor. Jee, we hebben weer een banaan. Ik zei banaan! Ik wist het! De fout zou terugkomen. Oké, sorry. Je hebt geen prijs meer? Nee. Mijn record hoeven niet te verbreken, echt niet. Serieus niet. Ga ik het zaadje meenemen? Nou ja, het zaadje, ik wil jullie wel laten zien waar dat je het zaadje kan hebben, maar dat kan met een jump cut. Ik bedoel, het zaadje wil je namelijk naar het begin bij het dorpje wil je dat brengen. En ja, dat is gewoon een stukje lopen, wat best wel vervelend is. En ja, weet je wat, power of math, video editing, here we go. Ah, de kracht van video editing, altijd zo erg handig. In ieder geval, als je de fontein hebt, dan heb je hier drie potten staan. Dus dat wil zeggen dat er drie zaadjes zijn. En daar wil je ze implanten. Daar hebben we er één. Daar hebben we er één. Het kost even tijd voordat ze dus, nou ja, volgroeid zijn. Om het ook maar eventjes te noemen. Dus, ja, ik raad aan om de eigenlijk wel zo snel mogelijk te doen. Vraag ik mij af, zat hier nou eigenlijk nog verder in? Dat blok daar is later pas belangrijk. Daarachter daar zit nog het een en ander. Ik probeer gewoon mijn... Dank je. Dit is nog altijd de snelste manier van vervoer als je mij vraagt. Dat zijn de maanstukjes. Deze die is heel erg handig, want dat geeft een shortcut. Altijd handig. Kom hier, geef me dat. Er zijn nog zoveel manen die we kunnen halen, jongens. Echt serieus. Oh, wacht. De raket hebben we niet gedaan bij het begin. Terug naar het dorpje. Oké, ik ben nu aan de linkerkant van het dorpje. In ieder geval ben het geraakt door spikeball. Echt super dom. Dat is echt dom. Vind ik dom. De reden waarom dat ik hier al gelijk even in terug knip is... sowieso, er zit hier een obvious maan. En er zitten hier nog wat extra paarse muntjes. En ik vind het heel erg belangrijk om jullie wel alles te laten zien. Weet je wel, van als ik iets vind... Dat je een beetje een reference point hebt van waar dat je het zou kunnen vinden. Van, hé, waar had ik die nou ook alweer gevonden? Dat je wel een beetje een reference point hebt van hoe, wat, waar, wanneer en hoezo een half witte gesneden. Goed. Daarboven op dat dak trouwens, daar zit dus een raket. En die had ik al heel mooi in de vorige aflevering benaderd. Dat we daar nou nog niks mee kunnen. Nu daarentegen. Komen we aan bij een, nou ja... Weet je nog een sunshine dat je die dingen had, zeg maar, zonder dat je flat had? Ja, Cappy is een beetje hier je flat. Je hebt van die dingen dat je dus geen Cappy hebt. Dat je dus geen specifieke balljumps en alles kan doen. Of dat je een Goomba's... je mag geen Goomba wezen of iets in die trend. In ieder geval hier ook trouwens weer. Heel belangrijk om te weten, er zijn hier twee manen te vinden. Dus ook al denk je bij je eigen van, oké, het is gewoon een parcours en je krijgt weer een shine. Of nou ja, hier dan een maan. Nee, je hebt er hier ook weer twee die je kunt halen. En dat wil ik zeker laten zien. En er zitten hier ook nog wat paarse muntjes. Oké. Kunnen jullie dit halen zonder dood te gaan? Trouwens hier, deze. Spring erop. Maximaal aantal muntjes. Even kijken, want je hebt daar de main maan. En daarboven zit de hidden maan. Oké, wachten we. Go. Joehoe. Dit doet mij zo denken aan Mario Sunshine. Je weet wat, het spel wat ik nooit heb geleden. Omdat ik altijd gewoon de existence ervan gewoon deny. Omdat ik echt...
Dat is mijn minst favoriet. Ik bedoel, ja, hij is leuk, maar hij heeft te veel purple coin missies, weet je wel, en red coin missies. En ja, ik ben er zelf ben ik er niet echt zo'n fan van. Sorry. Oké, deze drie paarse muntjes die je hier ziet, die zijn eigenlijk best wel issue. Ja, die kunnen best wel een issue zijn. Dus we willen wel even op wachten. Die robeetjes hier hoor. Oké, nu willen we. Dat niet doen! Ik vraag me eigenlijk echt af of er weer iemand is, weet je wel, die de dead count bij gaat houden. Ik hoop het niet, ik serieus. Dat wordt een rotkarwei, daar word je niet vrolijk van. Oké, bijna. Oké, hier hebben we de paarse muntjes. Yay. Nogmaals, paarse muntjes. Ze zijn nodig om een kostuum te halen. Ik heb trouwens al binnengekregen, jongens. Ik heb al één suggestie binnengekregen van dat iemand zijn favoriete kostuum is. En die wil ik zeker, ik denk in de volgende aflevering gaan dragen, als dat mogelijk is. Ja, ik wacht niet op jou. Oh, wacht op mij. Kom maar gewoon. Ik was je bijna vergeten. Ik heb toch een snor. Maar heb je dus een favoriete outfit? Laat het me zeker weten. Misschien draag ik jouw favoriete outfit wel in een van de afleveringen. Dat is natuurlijk altijd wel heel erg leuk. Net zoals tot sommige afleveringen het ook in één keer kunnen halen tot een... tot een intro van een video. Want nee, die reactie die vond ik echt zo lief. We hebben een maan. Echt, hoeveel manen hebben we nou al, jongens? Ik ben echt de tel kwijt omdat het zo snel gaat met manen hier. In ieder geval wil je eens deze kant op. Volgens mij staat nu... We willen hier dus volgens mij een stapeltje met Goombas maken. Hallo. Hallo. Maar dit is eigenlijk wel een beetje zeg maar de issue die ik erbij heb. Van er zijn zoveel manen waardoor dat de maan dus niet meer speciaal voelt. Was hier echt een maxi die we nodig hadden? Ik weet dat er waar eentje zit. Bully Bill, ga je moeder pesten. Bully Bill, ga weg. Ga weg! Nee! Ha! Nee! Hallo, geef me een maan alsjeblieft. Bully Bill, die plaagde mij. Ik bedoel, het is leuk om ze te verzamelen, maar het grappige was bij... Neem nou eventjes een minder open world game. Neem nou bijvoorbeeld Mario Galaxy. Bij Mario Galaxy had je een missie, dat gaf je een ster. En weet je wel, later kreeg je dan de groene sterren. En die waren gewoon over de level verspreid en die moest je dan zoeken. En dan voelde het heel speciaal aan om die te vinden. Jee, weer een maan. Leuk. Hierin heb ik het gevoel alsof dat je constant eigenlijk naar die groene sterren op zoek bent. En ze voelen niet echt rewarding aan. Tenminste, ik persoonlijk... We zakken, snel springen, springen. We zakken helemaal niet, stel je niet zo aan, man. Ik persoonlijk vind, weet je wel, van de manen die voelen gewoon meer aan als de paarse muntjes ondertussen. Ze voelen niet speciaal aan. Ik weet niet wat jullie mening erover is. Ik bedoel, ik vind de werelden die vind ik leuk en de speciale missies die vind ik leuk. Maar ze hebben levens weggehaald omdat levens niet meer echt, weet je wel, van de tijd waren van... Ja, continue, je kon toch wel doorspelen, weet je. Ook al waren je levens op. Maar je kon je eigen penalty eraan geven. Nu ga je dood en je verliest 10 muntjes. Oh nee. De horror. Maar ik moet heel eerlijk zeggen, ik vind de manen vind ik dus... Ja, jullie kennen mij, weet je wel. Als ik ergens een beetje teleurgesteld over ben, dan deel ik dat maar al te graag. En dit is zo'n geval dat ik dus echt dit maar al te graag eventjes wil delen. Omdat, ja... Hoeveel manen hebben we al niet in deze aflevering? Dat bedoel ik, weet je wel. En... Voelt het nog speciaal? Kijk, ik weet het. Je kunt naar de volgende wereld toe en noem maar op. Maar uiteindelijk... Hier is trouwens een secret. Heel erg... Deze is wel sneaky, moet ik heel eerlijk zeggen. Maar je kunt wel een beetje de griffel zien. Doe me een beetje denken aan Mario 2, eerlijk gezegd. Maar ik vind het een beetje jammer. Ik vind het een beetje jammer. Ze voelen niet echt bijzonder aan. Het is niet echt zoiets van... Jee, ik heb iets gehaald. Moeilijke. Ja, ik zeg van... Jee, ik heb een moeilijke gehaald. Maar het is hetzelfde als... Wat je eigenlijk standaard doet. Oh ja, dit zijn... Hier kun je er ook weer twee halen. Of één? Twee? Wacht eventjes, dit doen we even op een leuke manier. Kan ik die erbij zetten? Volgens mij lukt dit wel. Gegroet reiziger uit den vreemde en gegroet, meerreizend hoofddeksel, kun jij mijn raadsel oplossen? Ik denk het wel, dat zou geen probleem moeten zijn. Op welke oude schat in het rijk zo droog valt het monster zijn boze oog? Schaafijs. Zand! De vijand van de Legend of Zelda Twilight Princess. Zand! Sambaballen! Nee, het is de ring. Dat weten we dus wel. Ik wil nou eerlijk weten.
Dat is juist. Erg lastig was dit raadsel niet. Maar je mag verder. En ik rijm hier niet verder. Dus bla bla bla, Piet. Nou, het grappige is, praat je nog verder met hem? Dan heeft hij nog meer vragen voor je en kun je hier een maan krijgen. Je wilt meer vragen horen? Beantwoord deze maar eens. Hij gaat door het zand, altijd vlug. Voor hoeveel munten zit je op zijn rug? Nou, hij heeft het hier over de Jaxie, dus dat is 30, 100%. Ja, correct. Dat is indrukwekkend. Indien je nog meer raadsels wilt horen, ben je bij mij aan het goede adres. Ik verheug me nu al op je antwoord. De taxichauffeur die van verre kwam, vertel mij, wat legde zijn plannen lam? Technisch gezien is het water, maar het is ijs, want het was bevroren. Dus, ja. We zijn op dreef. Zo, drie juiste antwoorden. Goed gedaan, vreemdeling. Hij heeft nog meer vragen. Deze heb ik bewaard voor een speciale gelegenheid. Luister goed. Op de piramide aan de bovenkant. Hoeveel beelden staan daar op de rand? Nou, dit is een trick question. Want als je daarboven dus geweest bent, dan daarboven op de piramide, het is een zeshoek. En op elke hoek staat er één. Maar eentje ontbreekt, want dat is later voor een maan. Dus oorspronkelijk zijn het er zes. Maar eentje is dus weg, dus het zijn er vijf. Nou vraag ik mij af, als je vijf geeft, dan geeft hij dus aan dat je het goede antwoord hebt gegeven. Maar dan ben ik heel nieuwsgierig als ik zes zeg. Want als ik hierop antwoord, dan zegt hij van... wist je dat het er eigenlijk oorspronkelijk zes zijn, dus je hebt gegokt. Je mag niet gokken. Dus nou ben ik heel nieuwsgierig, wat gebeurt er als ik zes zeg? Laten we het uittesten in deze Let's Play for Science. Ha, oh, mijn echo. Ik wist dat het ergens fout zou gaan. Niemand is zo goed. Ja, het wordt dus fout. Leugens! Met een echo. Want dit is het ergste, want als je vijf zegt, dan komt hij hiermee aan. Weer goed, maar... Maar wist je dat echt? Ik bedoel, er waren er zes, maar eentje is weg. Heb je gegokt? Ja, hè? Ik wist het. Het was gewoon een wilde gok. Dit is zo not fair, want het waren de zes inderdaad. Dus je bent eerlijk van, het waren de zes. Dus het is een trick question. Ik wist al dat het vijf het goede antwoord was, maar ik wou gewoon weten wat hij bij zes zou zeggen. Dit is gewoon zo niet eerlijk. Volhardend, goed. Dan is het nu tijd voor het laatste raadsel. En niet gokken. Het zou me verbazen als je dit weet, maar vertel me eens hoe ik heet. Het grappige is dat er nu dus echt vraagteken, vraagteken, vraagteken is, maar hij is een Sphinx. Mijn heer vraag veel, die vind ik ook wel leuk. Kakel, orakel, quizkat. Nee, het is een Sphinx. Wat? Hoe? Ik ben sprakeloos. Hier, pak aan en hoepel op. Nee, jij hoepelt op. Echt serieus. Al heb ik wel een beetje heel erg slecht nieuws. Want ja, we kunnen hier nou dan naar binnen toe en kunnen we dus een maan pakken. Maar met dit leuke momentje is mijn audiocommentaar corrupt geraakt. Nou ja, eigenlijk, ik ben vergeten de echo-versie uit te zetten. Dus bij het oorspronkelijke gedeelte, daar hadden we dus nou constant een echo. Dus daarvoor moet ik dit nou post-commentary inspreken. Maar dat maakt niet uit. Ik ga gewoon mijn best doen. Extra focussen, weet ik veel. Ik kijk nu mijn eigen Let's Play heel erg graag. Even kijken, maar goed. Want ik wil nu... Nou ja, die maan die je daarboven ziet, die kunnen we later pakken. Daar ga ik me nou nog niet echt druk over maken. Even een paar sick jumps doen en... Oh, kunnen we wel dit even doen. Normaal gesproken zou je denken dat je daar dood in gaat, weet je wel. Want als je te lang zakt in zand, dan ben je hartstikke dood. Nee, dit is gewoon een plek waarin dat we dus... Ja, hier moeten we naartoe om wat maanden nog te gaan vinden. Volgens mij ook wel purple coins. Ik wil wel uitkijken. Ja, daar hebben we de purple coins al. Want het is hier dus slippery. En ja, ijsphysics. Je weet hoe dat ik over ijsphysics denk. Vreselijk. Maar we willen eerst hier eventjes naartoe. Volgens mij kunnen we hier gewoon onderdoor. Ik spring even hierop. Het is altijd heel eventjes zoeken van waar zaten nou ook alweer de paarse muntjes noem maar op. Ik weet dat hier een secret zit. We hebben hier twee muntjes. En als we weer naar boven toe springen, dan zit hier een hartje. Yay. Daar zitten we op te wachten. Al moet ik wel zeggen, ik vind
dit soort dingen, dit soort locaties, dat vind ik weer echt... Dat geeft weer een beetje de puzzelsfeer, geeft dat weer een beetje terug. En dat zijn de manen waar ik echt van hou. Daar heb ik echt heel veel plezier mee. Trouwens hier, leuk trucje. Als we hier gaan walljumpen. Even wachten, want anders worden we gesquished. Zo. Links van ons, daar zit nu een maan. Maar rechts van ons, daar zit een hele muntenstapel. En als ik dit nou eventjes goed kan doen... Nee! Oh! Oepsie. Oké, terug weer eventjes naar de walljump. Nou, ik denk dat het slimmer is om heel eventjes hier toch eerst de maan te gaan halen. Voordat ik eigenlijk... Ik bedoel, het is wel ironisch. Dan probeer je dus muntjes te pakken te krijgen, weet je wel. En op het moment dat je die muntjes probeert te pakken te krijgen... merk je eigenlijk van... Ja, nou verlies ik muntjes. Want ja, nogmaals, er zijn geen levens. En ja, je verliest dus die muntjes. Maar ik wil het nog een keertje laten zien. Volgens mij een petje gooien. Juist, dat geeft... Je kunt toch ook nog het beste voor de zekerheid een duik nadoen. Wat ik daar dus ook deed. Post-commentary. Vreselijk! Maar het werkt. Het werkt best wel goed eigenlijk. Daar heb ik bijna gesquishified door de slippery physics. Maar we kunnen nou gewoon doorlopen. En volgens mij zijn we dan klaar met dit gebied. Want als we hier door deze warppipe heen gaan, dan komen we bovenop een pilaar uit. En ja, daar zit onze Jaxie. Maar dan hebben we onze tweede maan. Leuk! Je hebt de maan. Echt, hoeveel hebben we er nou al niet? Veel. Hier zitten trouwens wel muntjes. Hartstikke handig. Even kijken. Wat kunnen we nu doen? Wat kunnen we nu doen? Ik zit heel eventjes te denken, want we kunnen de Jaxie nog even volgens mij meenemen voor... Even kijken hoor. Kunnen hier... Dat hebben we gedaan. Had jij nog iets boeiends te zeggen? Kijk uit dat je dat spul niet aanraakt. Nee, zo slim was ik zelf ook wel. Volgens mij... Even kijken, kunnen we nou die vogel misschien... Nee, die vogel hebben we toch? Ik weet het niet meer. Oh, boy. Maar ja, we willen heel eventjes terug hier naartoe. Misschien kunnen we onze zaadjes nou al... Nee, die zijn nog steeds niet volgroeid. Dus dat schiet ook al niet op. Nou ja, er was in ieder geval één ding dat we wel kunnen doen. En dat is... nou ja, in een van de reacties heb ik al een favoriete outfit binnengekregen. En ja, zoals ik al eerder had verteld... elke wereld heeft zijn shop. Voor de paarse muntjes en voor de gouden muntjes. En nou hoop ik dat ik het hier kan vinden. Maar iemand die had dus al een suggestie gedaan van... Ja, mijn favoriete, dat is... nou ja, is het outfit hier. En die kunnen we dus hier kopen. En deze die is best wel prijzig. Deze is 1000 muntjes, zoals ik al zei. Hier kun je dus ook 2 outfits in totaal kopen. Maar daar focussen we nou niet op. Want we willen dus naar deze outfit. De boxer shorts. En iemand die had dus inderdaad gevraagd om deze in een aflevering te dragen. Dus dat gaan we zeker doen. En dat gaan we zeker memen. Want ja, niet te vergeten. dat was een hele grote meme in die tijd. Dus in ieder geval, daarbij wil ik het laten. Dus volgende aflevering gaan we deze outfit doen. Dus ik dank jullie voor het kijken. Heb je een leuk momentje? Laat me natuurlijk weten in de reacties wat jouw favoriete outfit is. En dan hoop ik jullie... Oh ja, doggo. Oh boy. Dan hoop ik jullie in ieder geval allemaal te zien in de volgende aflevering. Links staan natuurlijk in de beschrijving. Ja, dan nemen we Doggo natuurlijk ook nog met ons mee. Dus wil je onze Discord joinen? Discord link staat erin. Wil je onze Twitch joinen? Twitch staat er ook bij. Wil je een keertje zelf iets ingesproken hebben door mij? Dan is dat ook mogelijk via onze voice acting page. En met deze maand dank ik jullie voor het kijken. En hoop ik jullie te zien bij de volgende aflevering. Doei!